gaat goed in met de rijd. Mooi, het gaat geweldig. Ik heb vanmiddag contact gehad. De Carlton, die gaat een speciaal Ride Friends boeketje gaan die maken. Waarbij de opbrengst voor de stichting Ride Friends is. De scholen, er gaan een hele hoop scholen die gaan meedoen aan een kleurwedstrijd. Een kleurplaat, nou niet eens een wedstrijd. Verdienen plaat gaan we dat noemen. En de poort die is nog bezig iets te bedenken. KP Holland gaat met zijn personeel op 10 plaatsen in het Westland op een zaterdag planten voor ons verkopen. De opbrengst voor de stichting Ride Friends. Dus ja, het gaat eigenlijk geweldig. Het enige wat wij nog missen, dat is een beetje een gezellig logootje. Want als je naar die website kijkt, dat lijkt natuurlijk niks under construction. We moeten iets leuks erop hebben. Ja, wat had jij in gedachten? Ja, weet je, ja. Ik heb wel wat in mijn gedachten, maar dat lukt natuurlijk nooit. Hè. Je had vroeger Peet Keizer in de Westlandse krant, die maakte van die mooie cartoons. Hè. Maar die krijgen we volgens mij nooit zover. We kunnen een schot wagen. Kijk, nee, Hebby, ja, kan je krijgen. Nou, vraag jij het dan maar, want hij valt eerder voor mooie vrouwen dan voor lelijke mannen. Dus moet jij het wel aan hem vragen? Nee, ik voel me vereerd. En je moet trouwens kloppen bij hem, hè, want hij kan niet tegen bellen. Als hij belt, wordt hij zenuwachtig. Dan schiet hij uit met zijn penseeltje. Dus je moet hier kloppen. Kijk, zie je? Nergens een bel. Zal ik kloppen en jij vraagt? Oké. Het is een beetje Belgisch. Ja, moest kloppen, want de bel doet het niet. Beetje wel, het was sluitpost op de bouw. Goedemiddag. Peter, goedemiddag. Jullie gaan toch hier? Ja. Jij zou het vragen. Hij komt erin. Kom erin. Peter, goedemiddag. Peet. Fonzo. Hoi. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Hard voor weinig, Peet, maar nooit chagrijnig. Mooier ben ik blij. Maar als jij komt, dan... Wat zei ik je? Hij valt voor knappe vrouwen, meer dan voor lelijke mannen. En speciaal voor Maya. Ga zitten, jongens. Kom. Ja, kom verder. Okay. Peet, we weten dat je het hartstikke druk hebt. Ik weet niet of je van de actie Ride Friends hebt gehoord. Nee, nog nooit. Nog nooit. Alfons? Peet, Ride Friends gaat voor de Ride for the Roses een ondersteunende acties organiseren. En we gaan proberen om haar kijkers, mijn lezers, zover te krijgen dat ze op een gegeven moment ons gaan sponsoren. Gaan wij 100 kilometer fietsen. Op een tandem. Het gaat steeds moeilijker kijken als je het erover hebt. Maar goed, dat maakt niet uit. Het gaat gebeuren. Nou, dat is de stichting Ride Friends. Dus, nou vragen jullie, want ik begrijp het wel. Ah, dat is, ja, ik begrijp het al lang. Jullie vragen of ik mee wil gaan fietsen. Maar ik ben niet zo fietser. Ik loop een beetje voetballen, een beetje scheidsrechteren, een beetje tennissen, van alles. Maar fietsen, nee. Dus... Het had altijd mooi van om waar te zijn, vlot van begrip, maar... Peet is het best moeten doen op school. He. Volgens mij wordt het niet zomaar weer gaan. Peet, snap je het echt niet of wil je het niet begrijpen? Nou, meestal krijg ik het op mijn heupen als ik jou zie. Meestal gaat er dan wat gebeuren, er hangt iets in de lucht of wat ik voor wat. Maar ik denk dat ik ook dit keer er niet ongeschonden afkom. Tenzij dat jij heel erg je best nu gaat doen. Oké, ik ga het voorleggen. Vertel. Ride Friends, dat zijn wij. 100 kilometer fietsen. Ik had al wat gelezen. Gezegd. We hebben een eigen internetsite. Nou, als je daar naartoe gaat, daar staat logo under construction. Dat moet allemaal nog gemaakt worden. Okay. Nou weten we dat je... Daar heb je vast een goed adres voor. Nou, Peet, hartstikke goed. Hij snapt het. Het is hij hard. Snapt het. Je hebt het nog niet? Nee. Maar als jij even je best doet, hebben we hem wel. Hoe lang krijg ik? Ja. Om het te snappen? Ja, dat moet een beetje vlotter als dat je nu door hebt. Hebben jullie echt nog niks? Nee, we hebben echt niks. Heb je al een idee? Ja, idee is wat, maar daar ben jij de tekenaar voor. Met andere woorden, ik zou het mogen opknappen. Ja. We vragen het echt maar één keer. Ja. It's now or never. Dus het is gewoon toehappen of wegwezen? Het was toch idee-reclame? Nee, communicatie. Waarvoor? In communicatie. Ja. Nou, kom maar met je idee. Ik had al wat gelezen in de krant. En hij loopt op dit moment zeker in het Westland overal met zijn zwerversgezicht rond. Dus wat dat betreft had ik ook wel gedacht dat hij hier op de Montaignestraat aan zou landen. Ik heb eigenlijk al wat gemaakt voor jullie. Echt? Hij is slimmer dan we dachten. Sst. Echt? Ja. Nou, het is al klaar? Laat zien. Het is nog geen logo, dat zeg ik erbij. Dat gaat het wel worden, maar dat is een hele kleine aanpassing.
Het belangrijkste is, dat moet je eigenlijk zelf maar zien. Hij staat daar in de zwarte map en je mag hem zelf pakken. Zal ik hem halen? Jij mag hem halen. Jeetje, Peet. De boel niet slopen? Dan gaan we hopen ook. Jo, kijk. Nou mooi, ja, daar komen we goed van af, hè? Kijk nou, jongen. We hebben wel het goede adres gekozen. Kijk eens. Geweldig, Peet, wat leuk. Het is echt bijzonder. Is dat? Ja, hij is onwijs leuk. Ja, helemaal top. Probeer even een beetje toe te lichten. Dit is het logo in full color. Zo kan die dan toegepast worden in zwart plus een steunkleurtje rood. Dat kan dan mooi op het briefpapier enzovoort. En de enveloppen kan dat meegaan. Zo kan het logootje dus gaan worden in totaal. Het is even een schetsje, maar dat zal het waarschijnlijk wel gaan worden. En zo gaan we hem doen in lijn. En dan wordt het een kleurplaat voor alle scholen. En daar heb ik Alfons over horen praten. En daar heb ik ook publicaties over gezien in de krant. Dat er kleurplaten gaan komen voor Ride Friends. Als het goed is. Tevreden? Is dit leuk? Gaat dit wat worden? Ik ben er echt stil van. Het is gewoon leuk om naar te kijken. Het blijft ook leuk om naar te kijken. Nou, ja. Ik vind alleen... Maar? Er zit een maar aan. Ja, dat begrijp ik wel. Waarom zit ik voorop en Alfons zo relaxed, voetjes erop? Ik hoop niet dat het een voorbode is van straks die 100 kilometer. Ja, maar zo is Alfons. Hij probeert mensen meestal een slag voor te zijn. En nu kan jij niet naar achteren kijken wat Alfons doet. Gekke gebaren maken, zwaaien naar het publiek en dat soort dingen meer. Ik zie het al helemaal voor me. Jij zal het werk moeten gaan doen, Maya. Alfons, die fiets, die is er, hè? Die tandem, die is er, Maya. Ja, die is er. We moeten even oproep doen voor twee achteruitkijkspiegels. Twee? Nou, dan krijg je misschien zo'n Zeeuwse kapje om met twee van die ijzers erop. Dat is wat, dat regelen we wel. Nou, het is lekker makkelijk zo allemaal dicht bij elkaar. Toch? Gelijk maar actie ondernemen. Ja, drukkerij Riezenbos. Niet aan de spiegel. Toch? Ben benieuwd? Ja, ik ook. Maar... Wil je niet even kloppen? Ja. Het is keizer hier, deze meneer Riezenbos, hè? Toch, hè? Gerrit, goedemiddag. Goedemiddag, Gerrit. Ja, Gerrit, het is een vreemdeling zeker die verdwaald is, zeker. Marja, die ken jij, hè, toch? Ja, die ken ik. Hoi, hoe is het? Ja, goed. Mooi. Nou, wij kennen elkaar ook, Gerrit. Ja. Gerrit, Peet Keizer, die heeft een geweldig logo voor ons ontworpen. En nog een paar dingen, dat ga ik jou eens even laten zien. Daar zijn we hartstikke trots op, kijk. Serieus. En nou is de bedoeling, jij hebt gehoord van de stichting Ride Friends natuurlijk. Hè, wat wij die ben ik een tijdje geleden eens op de Mos tegengekomen, ken dat? Een mooi weekend of zo, toch zat te kijken. Ja. Wij willen eigenlijk... Je hoeft het niet over te trekken, je hoeft het ook niet over te tekenen, maar jij hebt een geweldige drukkerij hier in de Lier. Hè? Ja, en daar komt elke week komt daar de bazuin vandaan en die ziet er kwalitatief geweldig uit. Wij willen mooi drukwerk hebben, dus ik zeg tegen Marja, we moeten bij Gerrit zijn, nergens anders. Dit, Gerrit... Dit zou een kleurplaat moeten worden. We gaan een actie voeren met de Westlandse schoolkinderen. Verdien een kleurplaat. We gaan aan de kinderen vragen. Kinderen, verdien 2 euro met klussies bij je vader, bij je moeder thuis. Noem op. Afwassen, autopoetsen. Afwassen, noem op. Het kunstgebied van je oma schoonmaken. Maakt allemaal niet uit. We willen die stichting toch een beetje bekend maken in het Westland. Nog bekender. We hebben hier natuurlijk die mooie ingekleurde tekening. Ja. Daar zouden we graag wat... posters van willen zien. Voor de winkeliers die meedoen aan allerlei acties en dergelijke. Ja. Zou dat kunnen? Dat is wel kan kleur, ook, Gerrit. Kan ook, ja, nee, ja, kan ook nog. Ja, jij komt toch helemaal kleuren. Dat is geen probleem. Kijk, daar kunnen we ook een leuke reep over maken. Ik heb Gerrit eens verteld dat ik op de lagere, vroeger op de kleuterschool zo'n lieve non had die me zo mooi had leren kleuren. Het wordt gelijk tegen je gebruikt. Hij wordt er nog rood van. Ja, nou Gerrit, nou het over rood hebt, kijk, dan hebben we hier nog een tekeningetje in rood en in grijs. Hè? Ja. En ja, dat zou eigenlijk een beetje het briefpapier, en dat hoeft niet veel te zijn, want wij praten meer dan dat we schrijven, maar het briefpapier van de stichting Ride Friends moeten worden. Dat is wel leuk. Dat zijn 3 vragen. Ja. Wat is daarop jouw antwoord, Gerrit? Wil je een... Zegt hij dadelijk ja, ik wil. Dan hebben we een ander probleem. Wil je een eerlijk of een diplomatiek antwoord, hè? Het mag eerlijk en diplomatiek, Gerrit. Nee, joh, voor zo'n stichting, joh, dat is een hele hoop liefdewerk uit papier voor een hoop mensen. En zo. Als ik daar een klein beetje een steentje in bij kan dragen, dan doen we dat graag. Nou, Gerrit, helemaal goud. Leuk. Alfons, ik ben vanmiddag gebeld door Kees. Ja.
En die heeft een verrassing voor ons op muzikaal gebied. Kees Toets? Ja. Nou, dat moet dan bijzonder zijn, of niet? Volgens mij heel bijzonder. Maar ik ben benieuwd. Kees! Kees! Hallo! Je hebt gebeld, ik ben gek op verrassingen. Ja, dat klopt. Ik heb jij mij natuurlijk gebeld om te vragen of ik een liedje voor jullie wilde schrijven. Dat heb ik gedaan en het is echt een potentiële hit. Echt? Ik heb voor jullie hier de tekst. En dan ga ik hem voor jullie eventjes voordoen. En dan is het de bedoeling dat jullie hem thuis goed gaan oefenen. Ja, ja. Goed luisteren naar wat ik zing. En dan gaan we hem, later gaan we hem opnemen in de studio. Omdat we het een beetje professioneel aanpakken. En dat het tot een heel mooi geheel gaat worden. Let op. We gaan hoor. Ik heb een duetje voor jullie gemaakt. Het is de bedoeling dat jullie samen dat gaan zingen. Het refrein is afwisselend tussen jouw stem en haar stem. Luister maar even. Jij zingt. Ik ben Alfons en ik ben Maya. Samen gaan we lekker fietsen. Het goede doel, right for the roses. Daar gaan we geld voor bieden. We gaan nu lekker samen heerlijk trainen. En accepteren hele zere benen. Hopelijk is het goed voor de lijn. Want we trotseren ook nog heel veel zadelpijn. Dan komt er een vrij winnaar, dan zing jij. Ik ben Alfons. En ik ben Marja. Samen gaan we lekker fietsen. Het goede doel, right for the roses. Daar gaan we geld voor bieden. Biefstuk helpt tegen geschuurde dijen. Hey, Alfons. Ik wil overleven zonder aanbijen. Oh ja, dan zing jij. Ik heb ook nog heel veel last van mijn knie. Oeh, we gaan ervoor, verder zeuren doen we niet. En dan had ik een vreemd weer. Wie was jij? Ja. Ik ben Alfons. En ik ben Marja. Samen gaan we lekker fietsen. Het goede doel, right for the roses. Daar gaan we geld voor bieden. Het wordt voor ons zeker heel erg zwaar. Gelukkig is de waard slechts eens per jaar. Oh, oh, oh. We hebben ook heel veel sponsoren nodig. En uitleg lijkt ons verder overbodig. Komt u mee weer, dan begin jij ook voor ons, ja. Ik ben Alfons. En ik ben Marja. Samen gaan we lekker fietsen. Het goede doel, right for the roses. Daar gaan we geld voor bieden. Yeah. Ik ben Alfons. En ik ben Marja. Samen gaan we lekker fietsen. Jij ook. Kom op. Jij ging lekker fietsen. Het goede doel, right for the roses. Daar gaan we geld voor bieden. Yeah. Is die leuk? Ja. Er zit af en toe natuurlijk wel de klemtoon een beetje anders. Ja. Maar dat moet je zelf maar een beetje, voelen hoe dat het lekkerste klinkt. Improviseren. Maar het is een pakkende melodie. Helemaal goud, Kees. Helemaal super. Helemaal top. Je gaat ook vanzelf bewegen als je moord. Ja, je kan niet stil blijven zitten. Dat is een goeie op die fiets. Kinderen, als jullie dit zien, vraag even van die meester of die even een mailtje stuurt. En of die meester even zegt dat hij meedoet, want dan maken we er één groot feest van in het Westland. Hè. 13 augustus zetten jullie allemaal die kleurplaat voor het raam. En dan wordt het één geweldig kleurig gezicht in het Westland. En dan zit er ook nog een verrassing aan, maar daar gaan we het de volgende keer met jullie over hebben. Goed? En van die meeste vragen www.ridefriends. En ja, wij willen met z'n allen. Dan zorg ik dat die kleurplaten er komen.